Ruim 200 atleten doken vanmiddag in Sluis de Damse Vaart in tijdens de 14e editie van de Zwintriathlon. Hun opdracht: 1 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Op het strand van Knokke-Heist, de vaste finishplaats van de Zwintriathlon, kwam de Belg Frederik van Lierde als eerste binnen. Bij de vrouwen was Danne Boterenbrood de snelste. De Nederlands kampioene op de Olympische afstand zat er helemaal doorheen. Nou ja, nu ik zo hier op de grond zit, denk ik dat ze best wel zwaar. Waar heb jij eigenlijk je slag geslagen? Op het fietsen, denk ik. Ik kwam gewoon zo hard mogelijk rijden, dat het nog comfortabel aanvoelde. En ik hoopte dat ik dan wat uit zou lopen. En dat gebeurde ook. Dus, en met lopen heb ik gewoon positie vastgehouden. Dus, Boterenbrood werd in de slotkilometers ingehaald door Frederik van Lierde. Daardoor greep ze naast de bonus van 1000 euro. Ja, maar ik hoorde het gat op een gegeven moment na één ronde was gehalveerd. Toen voelde ik wel dat ik de tank niet meer zo heel vol had. En ik wist dat een lange afstandsman achter mij zat. En hier werd de tank wat groter. Dus toen dacht ik, ja, dat wordt echt lastig. En ik haalde me in en ik dacht, ja, aanpikken. Maar de snelheidsverschil was echt te groot.